ECF is een hulpmiddel. En het uiteindelijke doel is om betere IT-toepassingen te krijgen. Want daar gaat het om. Innovatie, vormgeving, nieuwe producten. Dus we moeten vernieuwend denken. Nou, ECF is een hulpmiddel om IT beter te kunnen toepassen voor nieuwe ontwikkelingen. Het is een Europees initiatief, maar dat wil niet zeggen dat het beperkt is tot Europa. Het is eigenlijk een gedachte die in de hele wereld uitgedragen zou kunnen worden. Sterker, er wordt nu al gewerkt. Er zijn contacten in Brazilië en in Amerika om het competence framework daar onder de aandacht te brengen. Het gaat dus niet om een nationale insteek, maar eigenlijk om een internationale insteek om bepaalde aspecten van de automatisering beter vorm te geven. IT Staffing is een detacheringsbedrijf voor IT-specialisten. En wij moeten de optimale match maken tussen vraag en aanbod. Het competence framework is dus een taal die iedereen kan spreken. Als nu opdrachtgevers hun aanvragen formuleren conform het competence framework en wij de registraties in ons systeem ook daarop aanpassen, kunnen we beter tot de optimale match komen. Om ECF een succes te laten worden, moet het meer bekendheid krijgen. Er zijn dus nu al door de overheid adoptieprogramma's bedacht om het in het bedrijfsleven verder kenbaar te maken. Maar naar de IT-specialist moet dat ook gebeuren. Nou, onze achterban, de freelance automatiseringsdeskundigen, daar willen wij via onze site en via mailingen meer informatie gaan verstrekken over ECF. Maar ook willen we conferenties gaan organiseren. Daar willen we mensen bij elkaar roepen en een goede uitleg geven wat ECF voor hen gaat betekenen en waarom het zo belangrijk is, met name voor de toekomst. Nou, wij vinden dat ECF gewoon breed zijn weg moet vinden in Nederland. En wij zullen alles doen om daaraan mee te werken. Dus het convenant is er één van. En wij willen er verder in gaan. Het moet er gewoon komen. Want ook een IT-specialist moet over 10 jaar nog werk hebben. En als hij zich niet bekwaamt, dan zal hij over 10 jaar zonder werk zitten. Dus het is een leven lang leren. A long life learning. Maar wat moet je dan leren? En welke richting moet je op? Nou, dat ECF geeft daar richting aan. Thank you.